ze gaan naar Zwaard, Jort en pa die zegt ja, nu verkeer. Mama zegt dat er man een oude zijzerslijmer is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee is hier zo fris. Ze plaster deelt met brede zwier haar vaaier op omhoog. Maar plotseling roept ze gil, de zee zit in mijn ogen. We gaan naar zand. Welkom, luisteraars, bij het programma van ZFM Oud-Zandvoort. Het is alweer de 100-zoveelste uitzending, dus we gaan stug door. We zijn begonnen in maart 2011. Inmiddels zitten we eind oktober 2013... en nog steeds vinden we interessante mensen die in ons programma een heleboel komen vertellen. En zo'n interessant iemand heb ik vandaag gevonden in de persoon van Minke van der Meulen, oud-onderwijzeres, oud-directeur van de Nicolaaschool. In ieder geval, zij weet een heleboel over het onderwijs. En toevallig, omdat we heel lang samen hebben gewerkt, weet ik er ook wel een klein beetje van. Dus daarom is het een ontzettend genoegen om haar vandaag te mogen interviewen. Mocht u vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben, dan kunt u ons bellen op 023-303-9. Nou, en toen was ik het even kwijt. Ik zal het zo opschrijven. Dan krijgt u het helemaal gedetailleerd van me. In ieder geval, Minke, welkom in dit programma. Dank je wel. En ja, laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Want het gaat over jouw onderwijscarrière. Wanneer is die carrière van jou, de hele lange carrière, is die begonnen en waar? In 1952. Toen heb ik eindexamen gedaan van de kweekschool, zoals dat toen de tijd heette. Toen heb ik een paar weken voor de grote vakantie nog gewerkt op mijn oude lagere school in Utrecht. Maar ondertussen moest je solliciteren. En dat was nogal moeilijk, want er waren de tientallen die solliciteerden. En dat kwam ook omdat de jongens die naar Indonesië, naar Indië waren gegaan en HBS hadden, kregen een spoedcursus van 10 maanden tot leerkracht. En die studeerden allemaal tegelijk af met ons. Dus het was moeilijk om een baan te vinden. Maar ik had onder andere ook naar Zandvoort gesolliciteerd. En daar kreeg ik een uitnodiging om het verder te verklaren waarom ik bij het onderwijs wilde. En Zandvoort, dat was op welke school? Dat was op de Wilhelminaschool. En waar het hoofd, zoals het toen nog heette, de heer Wachtendonk, werkte. En daar ben ik begonnen tot mijn trouwen. Want in mijn tijd was het nog, als je trouwde, dan vloog je de laan uit. Getrouwde vrouwen mochten niet voor de klas wel invallen, maar niet voor de klas meer. Goed, we gaan even terug naar jouw sollicitatiegesprek. Want daar heb je me wat over verteld. Nou ja, er waren er al verschillende geweest. En daar zat dominee De Ru, die toen voorzitter was van het schoolbestuur, en een leerkracht, en Wachtendonk. En nou, voor die commissie kwam je. En toen zeiden ze dat na mij eentje uit Utrecht nog zou komen. Dat was Jannie Hilverdink, waar ik mee in de klas had gezeten en mee had geleerd. En waarvan ik dacht, die is veel beter dan ik. Dus ik zei, nou, dan zijn mijn kansen verkeken. En zo ben ik weer met de trein naar huis gegaan. En toen ik thuis kwam, lag er een betaald telegram met betaald antwoord dat ik was benoemd. En toen kreeg ik later nog een briefje van Wachtendonk eroverheen dat het bestuur meer vertrouwen in mij had dan ik zelf. Nou, briefje heb ik nog altijd. Kan je nagaan.
1952. Ja. Dus je begon na de zomervakantie? Ja, meteen. En in wat voor... Ja, toen hadden we nog klassen, hè? 1 tot en met 6, want gelukkig de kleuterschool wel, ja, was apart. Ja. Ik kreeg de eerste klas zoals dat toen gebruikelijk was. Wat ik later eigenlijk idioot heb gevonden. Want je komt zo van een kweekschool, je hebt geen enkele ervaring. En door het lesgeven leer je pas lesgeven. En dan kom je als jong meisje van 20 jaar voor een klas met 53 kinderen. Hoeveel? 53. Ik moet er niet aan denken. En dan... En in de eerste klas, naar mijn idee, leg je toch de basis voor het hele onderwijs. En dat laten ze dan eigenlijk over aan eentje die het vak nog moet leren. Een onervaren, ja, onderwijzeres. Vind ik wel. Ja, dat, En dan meteen voor een klas van 53, ja, kinderen. Nou, ik ken die lokalen, want ik heb daar zelf op school, ja, gegaan vanaf, ja, 1948. De toen nog Wilhelmina school. Hoe propte je dat erin? Ja, dat zat in rijen. Hè. Dat zat gewoon in rijen. En we hadden nog banken, hè? Banken, en dat scheelde ook een heel stuk, van stoeltjes vragen meer ruimte. En je had vooraan de klas nog een bordes, waar jouw tafel en jouw stoel op stond. Waar ik geregeld afgevallen ben, maar goed. Ja, het ging. En later kregen we die uitbouw. Met die druivengang, als je dat nog weet. En dan stond je ook voor een klas met in de 50 leerkrachten. En dan was er een tussendeur. En dan was je collega ziek. En dan stond je, dan ging die deur open. En dan stond je voor over de 100 leerlingen les te geven. Dus de eerste... Maar geen enkel probleem. Nee. Alleen wat problemen met kinderen die eigenlijk naar een lomschool moesten. Maar toen was nog de regel, ze moesten 2 jaar op de lagere school hebben gezeten voordat ze naar de LOM mochten. En dat gaf wel eens problemen. Ja, want je moet je heel erg verdelen, want het niveau tussen 53 kinderen ligt natuurlijk best wel hoog. Had je toen niet zo heel veel last van? Omdat het klassikaal was. En dat kan ook. Ja, natuurlijk had je kinderen die er naar boven en naar onderuit schoten. Maar het ging gewoon in zijn geheel op. En ik denk dat dat het voordeel van klassikaal onderwijs was. En dan, ja, als de klas aan het werken was, liep je door die klas heen. Zo. Je wurmde je er doorheen om andere kinderen te helpen. Want er waren natuurlijk ook kinderen die problemen met bepaalde dingen hadden. Vooral, wat jij ook nog weet, met dat rottige blaadje van overtrekken van rekenen. Vertel eens even. Je had dus welke... Ging je eens even naar de leesmethode. Welke leesmethode hadden jullie toen? Ja, dat begon met An en Moe. Moe en An, An en Moe. En het was een etiketteermethode. Dus dan gingen de borden aan de wand van de klas, waarop dan An stond en Moe stond. En nou ja, zo ging dat verder. Ze leerden het dus via etiketteren. En het rekenonderwijs begon... Ja, eigenlijk met Delf. En dat was een boekje, een werkboekje. En dan moesten ze die huisjes en die boompjes en die mannetjes moesten ze overtrekken. En dan moesten ze het cijfer erachter zetten. En dat werd dan op een gegeven moment, werd het 3 en 2 is 5 en zo. Eerst alleen maar 5. Maar Wachtendonk was nogal zuinig en die had tekort overtrekpapier gekocht. Dus je zat avondenlang dat te vouwen. En als de ene kant vol was, dan zat je weer te vouwen om de andere kant nog te kunnen gebruiken. Want oh wee, als de blaadjes niet vol waren. Krijtjes, je kreeg pas een nieuw krijtje als je het laatste stompje waar je nagels nog aan zaten, werd ze ingeleverd. Het was ontzettend zuinig gedoe. En het was dus een school met een schoolbestuur, hè? Want dat was zo, want... je had het openbare onderwijs. Dat ging onder het gemeentebestuur. En dan waren jullie bijzonder onderwijs. Ja. En dan had je een schoolbestuur. Ja. En je noemde net de naam van... Dominee de Ruy was in mijn tijd. En Jan Brink en consorten. Mevrouw van der Meijen. Nou ja, mevrouw Bosman van de banketbakker. En Van Venema was de eerste erevoorzitter. De burgemeester van toen. Dat was de erevoorzitter van het schoolbestuur. En met welke collega's werkte je toen? Nou, dat is een hele lijst.
Want ja, je had natuurlijk Wachtendonk als hoofd. En je komt daar binnen eigenlijk met heel veel ouderen. Hè? Dus het was ook meneer Nieuwveld, meneer Zuidema, meneer Van Wijk, mevrouw De Jong, mevrouw Jansen. En de enige die wat jonger waren was juffrouw Van der Meijen en Jo Zuidervliet. En verder waren het ja, allemaal oude mensen die ook echt met meneer door ons werden aangesproken. Had niet het lef om mijn voornaam. Later werd het wel Nico. En meen ook nog Dick Nieveld, maar verder ook niet. Het was meneer en mevrouw. Ja, en jullie werden ook de bijnamen, hè? Ja. Daar waren we groot zien. Ja, juffrouw Jansen. Knageleintje. Ja. En Zuidema was Flap. En Wachtendonk was Tof. Tof. Ja, zo ging dat door. Albert-Jan, heb jij een muziekje voor ons klaarstaan? Dan gaan we even nu naar een muziekje. Biggetje Nap klom op de trap. 'S Morgens vroeg om 7:15. Om de giraf een klontje te geven. Dag giraf, zei Biggetje Nap. Weet je wat ik heb gekregen? Rode laarsjes voor de regen. Het is toch niet waar, zei de giraf. Dikkertje, 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 ik stap af. Zeg giraf, zei Dikkertje Dap. Ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al 3 letters spellen. ABC, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, 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 ik stap aan. O giraf, zei Dikkertje Dap. Mag ik niet eens even bij je, stiekem van je nek afglijden? Zomaar eventjes voor de grap. Denk je dat de grond vannacht is? Als ik neerkom heel erg hard is. Stap maar op, zei de giraf. Stap maar op en glij maar af. Dap, klom van de trap, met een griezelig grote staaf op de nek van de giraf. Zet het dingetje Dap zich af, roeps! Daar gleed hij met een vaartje, tot het einde van het staartje. Boem! Auw! Dag giraf, zei Dingetje Dap. Morgen kom ik toch weer hier met de trap. Morgen kom ik toch weer hier met de trap. Nou, dit was wel een heel gezellig liedje. Ja, ja. We hebben hier ondertussen meegezongen. Van Dikkertje Dap, het beroemde liedje. We zongen dat op school ook. Ja. Van Annie M.G. Smit. En dit in een... Ja, we zaten ook een beetje mee te swingen. Jessie-uitvoering van VOF De Kunst. Ik ben u nog het telefoonnummer schuldig, lieve luisteraars. Terug in het programma ZFM Oud-Zandvoort. Ik verhaspelde net wat. Het nummer is 023-57-30393. Mocht u vragen aan Wienke van der Meulen hebben... of een opmerking of een aanvulling... dan kan dat altijd via het telefoonnummer 023-57-30393. Ik praat in dit programma met Minke van der Meulen... die in 1952 begonnen is op de Wilhelmina-school... in een klas van 53 leerlingen. En dat was de eerste klas, we zouden nu zeggen groep 3. En we hebben al wat namen genoemd van mensen die er op dat moment werkten. Ja, hebben we gedaan. Hoe is het verder met die school gegaan? Want je zei net, of met jou gegaan. Want op het moment dat ik trouwde, en dat was in 1955. Werd je ontslagen.
Getrouwde vrouwen mochten niet voor de klas. Dus op de dag van je trouwen kreeg je je ontslagbrief thuis. Nou ja, dan begint het andere leven. Maar er zijn natuurlijk altijd zieken op school. We hadden toen 5 scholen en een ULO op het dorp. En noem die scholen eens even. Dat waren dus de Wilhelminaschool, de Julianenschool, de Mariaschool, de Karel Doormansschool, de Hannie Schaftschool en dan de ULO van Van der Waals. Die toen in het gemeenschap eerst... Ja, in het gemeenschapshuis zaten die toen al. En dat waren de scholen. Dus je werd geregeld gebeld of je kwam invallen. Ik heb op alle scholen in Zandvoort gewerkt als invalster. En een weekje, een paar dagen. En want ja, ze waren al blij dat ze mensen vanuit het dorp konden bellen. Kom je invallen? Dus ik ben wel op alle scholen geweest. En is dat dan allemaal verschillend? Dan hebben ze allemaal dezelfde methode? Of? Nee. Ze hadden niet allemaal dezelfde methode. Maar ja, toen had je het vak wel in de, toch wel meer in de hand. En dan viel invallen wel mee. En invallen is het meest moeilijke, dat je de namen van de kinderen niet kent. Dat is de moeite van invallen. Niet het lesgeven, maar ja, dan zit je, jij met je roze truitje en jij met die blonde haren. Want niet iedereen heeft dan een, op een tafel een plan liggen hoe de kinderen zitten. Hè. Dat is dan heel vervelend. Wat later verplicht werd. Want dat weet ik nog, dat we een klassenboek hadden. Ja. En daar moest je je methode en waar je was. En dat moesten we iedere week bij jou, toen je nog directeur van de Nicolaas, maar daar komen we straks wel over, inleveren. Zodat je precies wist, als er iemand kwam, waar je was. En je werd ingewerkt. En toen ik 20 was en op de Wilhelminaschool kwam, er keek niemand naar je om. Ga je gang maar. Ja. Het was zo'n raar. En het liep allemaal goed. Ken je nog namen? En als je ze niet weet, neem ik het je absoluut niet kwalijk, want dat is natuurlijk al zo lang geleden. Ja, heel lang. Uit die eerste klas die je voor je neus kreeg. Ja, Klaasje van der Meijen. Die naar de... altijd in de pauze wegging, trok hij zijn klompjes aan en zei, ik ga naar huis. Ze werd even later weer door zijn vader teruggebracht. Nou, Sandra van Kvessum, die later een vriendin van ons is geworden, die moest altijd vreselijk huilen. En dan ging het weer een poosje goed. En het jongetje Timmermans, daar heb ik zo vreselijk om gelachen. Dan schreef hij wat op het bord, maar je kende de kinderen hun stemmen wel. Dan zei ik, hou je mond eens even. Hij zegt, het lijkt wel of dat wijf ogen van achteren heeft. Zo ging dat. Ja. Maar goed, je kwam dus op andere scholen. Bijvoorbeeld ook op de Hannie Schaftschool. Ja. Ja, daar heerste natuurlijk toch al andere sfeer op die scholen. Maar doordat we met Sinterklaastoneel bezig waren, waar jij ook altijd in meegespeeld hebt, kende je dus al leerkrachten. En dat scheelde dan wel. En dat Sinterklaastoneel, dat heeft toch eigenlijk de leerkrachten in Zandvoort verbroederd. Want we speelden toen met 20, 30 man. En dan speelde je nog in Monopol. Ja. Ja. Ja, dat kan ik me dan als kind herinneren dat je daar naartoe ging. Want en daar heb ik zelf nooit gespeeld. En we oefenden bij ons op de Wilhelminaschool, want we hadden een vrij grote hal. Net in het midden zo'n pilaar, dat weten de kinderen nog wel. En een bank eromheen. Nou, daar werd dan geoefend. En toen was de regisseur Van der Waals van de ULO. En die behandelde ons als kleine kinderen. Dat we zeiden, hou op zeg, we zijn collega's. Maar ja, je werd weer kind en het werd dus pesten. Ja. Hetzelfde als nu nog met het Sinterklaastoneel gebeurt. Ja, maar dat nu er allemaal grappen en grollen werden uitgehaald. En hoe? Dus dat is niet iets nieuws? Nee. En juist ook van mensen waar je het niet van verwacht. Hè? Want Ramkema was toen de hoofd van de Karel Doormansschool, die op de parallel weg zat. En dat was een grote, forse man. En er was een toneelstuk dat Van der Waals, want die was de tovenaar, een spreuk uitsprak en dan ging de deur open en dan stond er een prachtige jonge prins. En daar stond Ramkema in nachtkleding. Bij de uitvoeringen. Dus dat was weer donderen geblazen. Maar ja, zo ging het door. Dus we hebben het nooit afgeleerd. Nee, ik geloof het ook niet. Nee, dat gebeurt nog steeds. Je noemde net de Karel Doormansschool. Ja. Heb je daar ook wel gewerkt? Ja. En daar waren natuurlijk heel veel mensen. De oudere leerlingen
zullen zich nog wel herinneren. Mevrouw Gildhey, Corrie Schram, mevrouw Zijstra, Dees, die organist bij ons was in de hervormde kerk. Mies Sterrenburg, Anneke van Poelgeest, Bert van Schrie, Frans de Wee, Pim Hennis, Van Elk, waar de kinderen het altijd nog over hebben. En die hadden dan een kleuterschooltje met Ade Kemp en Ike Tebbehof. Maar dat kleuterschooltje zat... zat niet in de school zelf. Nee, maar dat was vroeger ook niet gebruikelijk. Nee. Dat is pas eigenlijk... wij op de Wilhelmineschool hadden wel al de Wilhelmine kleuterschool. Ja, onder maar, leiding van Ali Smit. Ja, maar dat zat toch een beetje... Ja, later is het met een gang verbonden. Maar we zaten op hetzelfde terrein. Ja. En de kleuterschool van de Julianenschool, dat was de klimop. Of die niet? Was tegenover ons. En daar was... Akkelien Bosma was daar. En ik dacht dat een van de meisjes van Bosman daar ook gewerkt heeft. Van, hoe heet die nou? De gemeentesecretaris. Wilhelmien heeft daar nog gewerkt. Wilhelmien Bosman. Maar verder had je daar weinig contact mee. Ja, precies. Want er waren ook nog nonnen, hè? En een katholieke kleuterschool. Want die zat tegenover jullie en de klimop zat in dat straatje. Zat in het straatje. Ja, daar weet ik niks van die katholieke kleuterschool. Heb je ook wel op de Mariaschool gewerkt? Ja. Ook zelfs? Ja, ja, ja. En ik ben zelfs op de Mariaschool geweest, dat ik op de Hannie Schaftschool werkte. Maar die was overvol en de Mariaschool had lokalen leeg. En dan moest je over het kerkhof naar de Mariaschool toe, hè? Op de Koninginnenweg. Ja, daar liep een meneer altijd heen en weer te wandelen. Dus ik zei braaf goeiemorgen. En er werd heel kwaad naar me gekeken. En toen mocht ik niet meer over het kerkhof lopen, want dat bleek de pastoor te zijn die aan het brevieren was. Oeh, ja, dan stoor je de mensen bezigheden. Zoveel wist ik toen nog niet van het katholiek onderwijs. Nee, maar dat is later wel gekomen, maar daar zijn we nog niet aan toe. Nee, nee. Je had dus, wat je net noemde, de Karel Doorman School, waar heel veel van die namen... Die zijn allemaal overgegaan naar de Pressman School. Ja, ik wou zeggen. En daar was dus ook nog weer Gerden Weidema bij en Marian Krode. En Beatrice van Kaspel heeft daar ook nog gewerkt. Die heeft ook op heel veel scholen gewerkt. Ja, en eigenlijk dat hele stel van de Karel Doorman School... Want die werd gesloten, ging over naar de Pressman School. En dat was een nieuw gebouwde school? Ja. Ja, die is nog door Van Venema geopend. Dat, ja. Dus dat was... Ja? Die was, dat was dus modern, want die... Ja, ja, de Plesmanschool ken ik wel. Dat was de eerste nieuwe. Ja. Ja, Kijk, de Plesmanschool ken ik wel. Ik heb er nooit gewerkt, maar ik ben daar wel... Toen ik later in het buitengewoon onderwijs in Haarlem werkte... onder andere bij Hieke Tebbenhof geweest... om leerlingen te observeren of die mogelijk dus naar... Ja, het speciaal onderwijs. Toen mochten ze vroeger naar het bijzonder onderwijs. Ja, nee, het buitengewoon, hè? Ja, buitengewoon. Ja, wij waren bijzonder. Het buitengewoon onderwijs. Precies. En dat was een zegen voor de leerkrachten. En want het kost je erg veel. Want ik had een zekere Klaasje Visser. En nou, die wou nooit in een bank. En die hing altijd aan mijn been op dat podium. Maar dan vergat je dat Klaasje je been vast had en dan lag jij weer lang uit. En het hele toilet ondersmeren en alles. Dus dat kon niet eigenlijk. En zeker niet in die grote klasse. Nee. Heb je op de Wilhelmineschool altijd groep 1 gehad? Of heb je ook... Nee, nee. Tot jouw schrik niet. Want wachten dan werd ziek. En toen werd ik vanuit 1 naar 6 gaan. Dat was wel een hele grote stap. Leek nergens op. Ik werd gewoon, wat ik ook later bij een oud-leerling in de boek heb geschreven, ik werd voor de leeuwen gegooid. Dat is gewoon nog geen 10 jaar verschil met de leerlingen. En ja, ik weet wel dat ik 's avonds me rot zat te werken aan de redactiesommen, zoals dat heette. En dan kreeg ik hem niet uit, dan moest ik het wiskundig oplossen om het later redenkundig uit te leggen. En dan zat er een zeker meisje in de klas die de vinger opstak en zei, juf, zo kan het ook. Ja. En dan was ik zo blij dat ik die ene methode had. Dus die kon me dan goed van de wijs brengen. Dus zei, ja, vele wegen die naar Rome gaan. Wie zou dat meisje zijn? Ik heb geen idee. Nee.
Ik heb geen idee. Later deed het zoontje hetzelfde. Ja, nou ja, dat en zit toen had ik er geen last meer van. Toen zat ik, dat zit kennelijk in de familie. Maar dan word je dus ineens voor groep 6 geplaatst. Nou, ik weet van die groep 6, dat had je de toets naald. Dan had je die oefeningen, want je moest toelatingsexamen doen. Voor de HBS en gymnasium. En iedere school had zijn eigen examen. Het was niet zoals nu een CITO-toets. En je mocht maar op één school examen doen. Maar dan waren al die examens waren verzameld. Niet alles, maar een paar dictées uit Leeuwarden en cijfersommen uit Goes, weet ik veel wat. En dat was dan een boekje en dat heette de toetsnaald. En dan de kinderen waarvan we dachten dat die naar HBS en gymnasium gingen, die hadden na schooltijd nog een half uur, drie kwart les om met die toetsnaald. Ja, dat kon je niet in de klas doen. En huiswerk, want dat weet ik nog. En dan van die ingewikkelde vormsommen. Het was echt vreselijk. Haakjes en vierkante haakjes en accolades. Ik geloof niet dat iemand tegenwoordig dat nog kan. Ik kan het zelf ook niet meer, want we hebben nu allemaal onze rekenmachine en noem maar op. Die gebruik ik dus nog nooit. Maar ik weet dat ik toen op de Nicolaaschool was dit verhaal vertelde. En dat 's middags Stephanie Holstein kwam. Want de moeder had nog een toetsnaald. En toen heb ik het eenvoudigste dicté gegeven. Nou, barsten van de fouten. En uit de cijfersommen kwamen ze niet. Nee, en de redactie ook niet. De eenvoudigste dan. Ja, ja, ja. Het was gewoon een heel ander patroon van leren. Er werd naar cognitieve kennis gevraagd. Wat nu helemaal niet meer is. Je kan het opzoeken, dus waarom zou je het uit je hoofd leren? Nee, en je googelt en je moest vroeger een werkstuk maken en je zat uren in de bibliotheek te zoeken. Ja. En tegenwoordig zetten ze de computer aan. Wat alleen maar gunstig is. Nou, ja, nee. Ze nee. leren ook heel veel meer. Maar we gaan deze discussie zo dadelijk aan, want Albert-Jan heeft alweer een muziekje op staan. Dus we gaan even naar het gezellig muziekje luisteren. Als het even komt. Ik met mijn dochter in het park te kuieren in de zon. Gingen maar de liefjes plukken, eentjes voeren eindeloos. Kijk nou toch, je jurk wordt nat, de handjes vuil en papa boos. Vader was een mooie held, vader was de baas. Vader was een duidelijke mengeling van onze lieve Heer en Sinterklaas. Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Wil u een stek, een stek, een stek? Wil u een stekkie van de fuchsia? Heb u een plekje, een plekje, een plekje? Heb u een plekje voor de fuchsia? Het is een makkelijke plant. Hij eet als ware uit je hand. Een beetje mest, een beetje zon. Hij doet het best op het balkon. In je rijtuigje. In een rijtuigje, helemaal naar Vinkeveen. En toen bleek alles maar een visioen van een of andere gek te zijn. Bleek ook dat kleine stukje groen alweer een grijze vlek te zijn. Heel die mooie grote luchtballon. Nou, dat laatste nummer, dat zijn we niet veel. Maar Albert-Jan die de techniek doet, Albert-Jan Vos, die vertelt mij
dat het een medley van Annie M. G. Smit is, gezongen door Edwin Rutte. Nou, de eerste twee nummers herkenden we wel. Hè, met een rijtuigje. Kan van de behanger zijn of van een Franse zanger zijn. Ja, vond ik zo erg. Nou goed, zo zie je maar was weer. Was te voorlijk in die tijd nog. Ja. We hebben het, dames en heren luisteraars, terug in deze uitzending van ZFM Oud-Zandvoort. We hebben het over de scholen in Zandvoort. En aan tafel bij mij zit Minke van der Meulen, die op bijna, of ik denk wel op alle Zandvoortse scholen gewerkt heeft en daar heel veel van weet, van leerkrachten en ja, hoe de scholen liepen enzovoort. Maar heeft u aantekeningen of opmerkingen of een vraag aan Minke, dan kunt u ons bellen op 023 573 0393. Pinke, welkom terug in dit programma. Nou, we hebben uitgebreid over de Wilhelminenschool gehad. Hoe kwam het dat de Wilhelminenschool op een gegeven moment Oranje-Nassenschool werd? We hadden op de Brede Rode Straat had je de Julianenschool. Dat was de school met de Bijbel. Nu zou je zeggen een gereformeerde school. Maar het was van oorsprong half-half gereformeerd, half hervormd. En die liep erg terug. Daar was meneer Kiewiet, was daar hoofd. En daar werkte Rijpen en Wiersma. En Kees zal, Wiersma. Ja, Kees Wiersma. Ik zal namen vergeten, neem me niet kwalijk. Ik heb er over de 80. Maar je vergeet er wel eens een. En die school liep wat terug. En men wilde toen ook huizen daar gaan bouwen. Dus die Julianenschool moest plat. En toen zijn de Julianenschool en de Wilhelminenschool gefuseerd. En er is een prijsvraag voor uitgeschreven hoe de nieuwe school moest heten. En dat heeft toen Duco, hoe heet die dokter? Drent. Dokter Drent, ja. Duco Drent heeft dat gewonnen met de samenvoeging. Wat natuurlijk hartstikke leuk was, de Oranje-Nassenschool. Want we hadden ondertussen ook al in Noord de Beatrixschool. En dat viel onder hetzelfde schoolbestuur of niet? Dat viel de twee schoolbesturen, Juliana en Wilhelminenschool, hebben een fusiebestuur gehad. En daaruit voortgekomen is toen de Beatrixschool, waar meneer Mol de directeur van werd. Nou ja, hoofd heette dat in onze tijd. En de Jaap Kiewiet MAVO. Dat is toen de eerste christelijke MAVO in Zandvoort gekomen. Ja. Naast de openbare MAVO van de heer Van der Waals, die later door Koerselman en consorten overgenomen is. Ja, en die is toen van het gemeenschapshuis. Want ik weet nog dat toen mijn broer op school zat, op de MAVO, dat ze toen naar... Zijn ze overgegaan bij het huis in de duinen. De Gertenbachschool, ja. De Wim Gertenbachschool. Ja. Ja, toen is het ook van naam veranderd. En ik ken dus wel meneer Koerselman, die daar... Die de leerlingen zaterdagavond uit de kroeg haalde. Nou, heel verstandige man. Ik wou dat we tegenwoordig nog iemand hadden die dat deed. Maar ja, dat zou je niet meer kunnen dat en mogen. Dat zou niet meer kunnen, nee. Nee, dat mag ook helemaal niet meer. Nou ja, toen gingen we van 5 lagere scholen naar 8 lagere scholen. Want we hebben dus de Beatrixschool erbij gekregen in Noord. Toen heeft het katholiek schoolbestuur de Nicolaaschool opgericht in Noord. En dat was onder leiding van de heer Van der Smaal, Paul Van der Smaal. En toen heeft het gemeentebestuur de Van Heuven-Goedhartschool. En daar was de heer Koops in die tijd hoofd van de school. Nou ja, ook met een hele lijst leerkrachten natuurlijk die ik daar mee heb gemaakt. Ja, precies. En heb je ook wel eens op de Van Heuven-Goedhartschool gewerkt, of ja, niet? Ja, ook? Ja, ja, ja. Zo. Ja, ik heb alle scholen gehad. Inderdaad. Alleen de openbare MAVO niet. Maar de christelijke MAVO heb ik ook gewerkt. Maar de christelijke MAVO, die zat later, dus waar nu de Max-Euwenstraat is. Maar hij is begonnen, dacht ik, in... Bij ons op de Wilhelminenschool. Op de Wilhelminenschool, ja. Die lokale aan de rechterkant. Ja. En toen hadden we ook nog, ja, dat was zo'n soort houten keten op de Van Lennepweg. En dat was het begin van de Beatrixschool. Dat was een kleuterschooltje waar Irene Brink en Lien Kerkman begonnen zijn als kleuterschool. Ja. Vast een aanloopje naar de Beatrixschool. Wat later het consultatiebureau werd. Ja. Ja. Even voor de... Even over de spoorbomen. Ja. Over de spoorbomen. Daar was dus een houten gebouwtje.
En ik heb er nog met de padvinderij in gezeten. Ja, zat er ook in. En toen is het afgebroken om die huizen daar, de slokkerwoningen, te bouwen. Ja, klopt. Dus dat heeft ook alweer een... Zo is Zandvoort dus uitgebreid naar 7 basisscholen. Want de Karel Doormanschool werd dus de Plesmanschool. En de Van Heuven-Goedhartschool werd de Duinroos. En die ging ook uit zijn gebouw en een nieuw gebouw. En zo hadden we de 7 en 2 ULO's, maar wat MAVO's werd. Ja. Allemaal. En alles werd ineens directeur en leraar. Dat was een hele omwenteling. En dan is er nog een paar jaar geleden natuurlijk die bijzondere school bijgekomen. Ja, de school. De school. Ja. Ja. Maar we gaan even terug naar de Nicolaaschool. Want daar heb je ook heel veel... Maar wacht goed, even, want de school is erbij gekomen... Maar de Beatrixschool is weg. Ja, nu. Ja, ja, zo is jammer. Het. En de school die begonnen is in het gebouw van de Griffemeerde Kerk... Zit nu in de Golf. Zit nu in de Golf. En de Golf is een... Samenvoeging van Nicolaas, Duinroos en de Beatrix. En de Beatrix bestaat jammer genoeg niet meer. En daar zit dan nu de school in. De school, ja. En de Golf is dat mooie gebouw wat inderdaad aan de Jacques Pethijsenweg... wat in een soort golf gebouwd is. Ja, ja, precies. Om 3 scholen onder 1 dak. Datzelfde heb je natuurlijk in het... In de tram. In de LCD. De blauwe tram. Ja, of in de Louis-Davidskerk. Maar daar heeft de Oranje Nassenschool niet aan meegedaan. Nee. Alleen de 2, de Hanjeschaft en de Maria-school. Ja, maar die zijn ook allemaal alweer in die loop der jaren een keer verbouwd. Of nieuw gebouwd. Want de Hannie Schaftschool zat, wat je net zei... Bij het Kerkhof. Bij het Kerkhof. He, dat, en wie was daar directeur? Toen... In jouw tijd? Hannie Schaft, even. En Van Ekeren. Ja, ja. Van Ekeren. Van Ekeren zat daar toen met Hofstra en Nijboer... En Loogman en Joke Is dat de Nijboer die later naar de MAVO is gegaan? Ja, Wim Nijboer. Wim Nijboer. En daar heeft Kroder heeft daar gewerkt en Bruinsma. Zus Kok Bolman werd en Lidie Engels van Welen. Dat was zo'n beetje zo'n soldatenfiguur. En daar was ook een zekere Marx die daar werkte, maar die was van die Hova. En die ging op zondagmorgen met zijn krantje rond in Heemstede... en belt daar aan om 8 uur bij iemand die wit heet was. En tot zijn schrik was dat de inspecteur van het onderwijs Verbaan. Dat is een hele rel geworden. Ja, maar ja, goed. Dat, ja, hij deed zijn werk en Verbaan was kwaad. Ja, zo is het. Iedereen op zijn eigen wijze. Nou, wat ik me kan herinneren uit de tijd dat ik in Zandvoort in het onderwijs werkte... was dat G. Loogman, de directeur van de Hannie Schaftschool, ja, was. Ja, dat klopt. Maar ja, toen waren Van Ekeren en Hofstra waren weg al. Want die waren in mijn tijd dus al heel oud. Tegen hun pensioen aan, denk ik. Net zo goed als Wachtendonk. Nog maar een paar jaar daar gewerkt heeft. En toen opgevolgd is door Van Houten. En later door Bert de Vries. Dat schoven allemaal door natuurlijk. Ja. Bert en Mea de Vries. Ja. Dus, maar goed, we hebben het over G. Loogman... want die heeft wel een hele aparte stempel... op de Hannie Schaftschool gedrukt. Ja, vooral op artistiek gebied. Ja, dat bedoel ik. Maar goed, dat is een schat van een man. Ja, zeker. En zijn musicals die hij had... dat was toch in die tijd... Jawel, en hij leidde altijd... op Koninginnedag van alle scholen, de Obade, kwam die op de scholen oefenen. En dan gingen we onder leiding van het orkest in sterrenvorm gingen we naar het raadhuis toe. En haalden we daar de Obade. Ja, dat deed ook Gert, geen Loogman. Maar dat is ook iets wat helemaal niet meer bestaat, hè? Nee, want ze hebben vakantie. Ja. En wij hadden verplicht werken op Koninginnedag. Dus de kinderen kwamen op school? En dan gingen we in optocht daar naartoe. En dan kregen de kinderen een sinaasappel. En de leerkrachten mochten even bij Rinkel aan de overkant... een kopje koffie met een oranje gebakje. En dan ging je naar de sportvelden.
Want de hele dag waren de kinderen spelen. Je had als leerkracht geen vrij verplicht werken. Dat is voor mij ook nieuw, want dat heb ik nooit... Ja, ik heb wel meegemaakt als kind natuurlijk dat dat en gebeurde. Maar... We hebben ook hele optochten en dat er nog corso's waren. Dus dat je met je school praalwagens maakte en alles. Ja. Nee, dat was... En nu zeggen ze, ja, het is vakantie. Goeiedag, wel te rusten. Ja. Nou ja, en meestal valt Koninginnedag ook in een vakantie. Dus, nou, ze hebben dus Koninginnedag en 4 en 5 mei bij elkaar geschoven als de voorjaarsvakantie. De meivakantie. De meesten zijn weg, ja. Ook de kinderen met hun ouders. Ja, en ik geloof niet meer dat je een kind kan verplichten op Koninginnedag om naar school te komen. Om daar voor het raadhuis, voor de burgemeester, vaderlandse liederen te zingen. Maar we stonden er met honderden, hoor. Met honderden. Tuurlijk. Ja, want je was meer of meer verplicht om te komen. Ja. Ja, het was in wezen dan een soort schooldag met de sportdag. Ja. Een spelletjesdag. De obade. Ja, nou, ik denk dat heel veel luisteraars dat zich nog kunnen herinneren. Want je had een blaadje en je was weken aan het oefenen. Want waar de blanke top der duinen en weer Nederlands bloed door daderen vloeit. Wilhelmus, twee coupletten. En nou, in een blauw in die tijd kenden we ze nog uit ons hoofd. Ja. Karretje op de zandweg. Kan je toch daar? Ja. Goed, nou dat is toch even een stukje nostalgie... dat hier voor de microfoon komt. Waar we op dit moment, zoals we nu leven, in 2013 geen weet meer van hebben... Goed, Minke, we hebben een aantal scholen gehad. We hebben de kleuterscholen gehad. En de MAVO's hebben we gehad. We hebben de Karel Doorman en de Plesman school gehad. De Julianenschool. De kleuterschool met Akkelien Bosman. Ja, we zaten naar de voornaam te zoeken. Ja, ik had het eerst verkeerd, maar... Ja, had... Nee, we weten het net niet. Zoals Van Hieke Tebbehof, dat... de eindelijk... Maar, moet ik eerlijk zeggen, met medewerking van Gerda Weidema. Okay. Want die heb ik vanochtend maar gebeld. Ik kon niet op de naam... De vader en moeder kon ik uittekenen. Ja. En ik kon niet op die achternaam komen. Nou, zo werkt het natuurlijk. We hadden ook gymnastiekers, hè? Ja. Want jij vertelde nog toen jij op de Wilhelminenschool kwam... dat... Ja, wij moesten op de kweekschool moesten we actes halen. Dus buiten de reguliere vakken... had je nog acte J, K en R en nog een bijbelakte. En J was, wat jullie, de gymmers dus heel... Ja, dat noemden ze dan de huppelakte, want dat was natuurlijk in geen vergelijk. Maar je mocht alleen gym geven op de lagere school als je de huppelakte had. En toen ik op de Wilhelminenschool kwam, hadden drie leerkrachten de huppelakte niet. Nou, dan werd je verplicht om die gymlessen te geven... En dat vond ik heel vervelend, want dan was ik drie kwartier mijn klas uit... om voor een ander zijn gymlessen te geven. Maar zo ging dat. En je mocht ook geen handen uit mij geven als je niet R had... en je mocht geen handwerken geven als je geen K had. Nee, want ik heb handwerken van, nou ja, van Knagelijn, zoals we zeiden. Hè? Van ja. Juffrouw Jansen. Knagelijn. Ik heb er nog dingen van. Het is niet te geloven. Ja, wat, en hoe je dat... En van een soort dweilen, dat doorstopwerk... Ja, nee, dat... En breien en haken. Dat komt allemaal er nog in voor. Precies. Ja, en met handenarbeid. En dan moesten we een of ander doosje maken... en beplakken met van dat marmerpapier. Er zat ook geen creativiteit bij. Het waren allemaal opgelegde pandoeren. Nou, dat is niet helemaal waar. Met Moederdag waren er toch hele leuke dingen die werden gemaakt. En met Kerst werden er hele leuke dingen gemaakt. En met Pasen... Die hoogtijdagen werd toch echt wel heel veel aandacht aan besteed. Maar ja, verder was het basisprincipes. Ja. Hoewel, er was ook hout bij. Dat ja, kan ik me niet herinneren. Jongen, maar ja, dat, Nee, maar toen, dat zou je vergeten zijn... maar de jongens kregen handenarbeid en de meisjes kregen handwerken in de bovenbouw. Ja. Dus toen veranderde het ook al. En ik zag daar een reetje namen van gymnastieker staan. Want nou, de op een gegeven moment is natuurlijk Jo van Pagee. Die heb ik wel al gehad. Ja, op die de, zat nog op de Wilhelminenschool. Bij ons, ja. En waar heb ik nou staan? Oh ja, van Jo van Pagee. En toen kwam Han Jong. En toen kwam Fekke Boukes. En toen kwam Ruud Weidema. En toen kwam Rob van Heiningen.
en Jan Aangeenbrug. Die werkt geloof ik nog steeds, hè, Jan Aangeenbrug? Jan Aangeenbrug zie ik bijna elke dag, ja. Dus die, oh, die komt langs fietsen? Die heeft zijn auto op de Brede Rode geparkeerd. Ah, ik weet toch dat hij vroeger heel vaak op de fiets kwam. En, maar goed, dat doet hij niet. Misschien is hij verhuisd. Oké, Winke, we hebben nog 5 minuutjes. We slaan het muziekje denk ik maar over. Maar dat kijken we even hoe we uitkomen. Want ik wil nu toch wel even naar het eind van jouw carrière in het onderwijs. Want dat was de Nicolaasschool. Ja, dat was de Nicolaasschool. En daar was Paul van der Smaal. En dat werd toen een beetje te veel. En toen ben ik door het katholiek schoolbestuur gevraagd om een paar ochtenden les te geven daar. En toen is Paul weggegaan. En toen is er een andere leerkracht. Iemand van buiten, Jo Huppelepup, weet niet meer, uit het zuiden, gekomen neer. Dat ging na een jaar al mis. En toen moest de school eigenlijk sluiten. En toen zei Verbaan, de school krijgt alleen 2 jaar de spijt van me als mevrouw van der Meulen hoofd van de school wordt. Zo. En zo ben ik toen als hervormde hoofd van de Nicolaasschool geworden. En daar heb ik met heel veel plezier gewerkt. Met Marjan de Toeta, die vorig jaar 40 jaar bij het onderwijs zat. Ja. Kobi Mol, als je je die nog kan herinneren. Dat zeker weten. Ank Joustra, Arie Henneman, Maarten Boten, Connie Bluis, die daar nog werkt. En in de loop der jaren zijn er natuurlijk, want je hebt honderden leerkrachten gemaakt. En excuus als ik iemand vergeet. En Doreen en Lisbeth, Doreen, daar heb ik mee gewerkt. Lisbeth was van de kleuterschool. Ja. Ja, dat Doreen Huisman, ja. Ook, ja. En Lisbeth Posma. Maar ja, goed. En juffrouw Lisbeth, die met de hond. Want toen zat de klimop, of de klimop heette die, hè? Nee, hoe heet het? Aan de overkant zat de kleuterschool. Ja, maar die had geen naam, dacht ik. Ik dacht de klimop kleuterschool? Nee, de klimop was van de gereformeerde kerk. Oh ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Nou, in ieder geval, het zeepaardje. Nou, kijk, samen komen we eruit. Het zeepaardje, dat had 2 lokalen aan de. Ja, achter de begraafplaats. Ja. 2 noodgebouwen. Ja. En daar zat op laatst dus nog 1 kleuterklas. En toen 1 klas van ons, omdat wij ook weer uit de school groeien. Ja, en toen hadden we nog dat langgerekte noodgebouw. Ja. Hè, waar nu de huizen van de professor Zeemanstraat gebouwd zijn. En toen zijn. Hebben we met veel pijn en moeite dus een semi-permanente school gekregen. Waar ook meteen de kleuterschool inkwam, want dat was al vooruitlopend op de wet van 85. Ja, en ik weet nog dat de raadsvergadering er was. En Vlieringa was toen wethouder en die was tegen dat er nog een permanente school zou komen. Daarom is het ook een semi-permanent geworden. En die kwam naar me toe en die zei, je hebt een Pyrrhus-overwinning gehaald. En toen werd ik zo giftig, ik zeg, schrijf jij eens wat minder de pil uit. Want we hadden leerlingen nodig. Ja, dat was. Dat kon allemaal in die tijd. Het was allemaal gemoedelijker. Ja. En toen hadden we ook nog gewoon een schoolbestuur. Hè, ja, zeker. Allemaal met wat wel fans, kan ik me nog herinneren. Ja, die was secretaresse. Ja. Nou ja, die hebben er niet allemaal in gezeten. Huisman, Luiten. Huiskus. Huiskus. Ja. En Luiten en Lemmens. Nee, noem maar op. Dat, ja, en tegenwoordig zijn de. En hoe heet het? Van Houten. Ja. Toen ik kwam, was daar op die school was Van Houten de voorzitter. En tegenwoordig zijn het allemaal professionele. Alles is onder één dak. En je ziet nooit meer de directeur. Nee. En de directeuren zijn niet meer uit het onderwijs. Ook zijn maar. Managers. Ja. Ze hebben weinig verstand van het onderwijs. Is merkbaar. Als je op de scholen komt. Want die komt nog 1 keer per jaar. Vanwege het 4 mei-comité op de scholen om de kinderen te bedanken voor wat ze gedaan hebben. En het is gewoon merkbaar. Dat, ja. Iedereen, ik heb zo'n idee, misschien is het niet waar, maar iedereen werkt voor zichzelf en God voor ons allen. Ja, het is natuurlijk allemaal. Is heel anders. Heel anders geworden. En die grote klassikale groepen,
hè, waar jij in 52 mee begonnen bent. Ze jammeren nu al als ze de 20 naar 23 gaan. Hoe moet dat? Zitten ze dan? Nou, makkie. Maar komt ook bij dat het onderwijssysteem totaal veranderd en in mijn gevoel verpest is. Ja, goed, dat is jouw mening. Nee, dat zeg ik ook. Ja, tuurlijk, en dat mag ook. Want, als ik merk ook toen mijn kleinkinderen op de lagere school zaten en alles. En als ik kinderen spreek, ja, het is niet meer te vergelijken van nee. Hoe jullie les hebben gehad, hoe ze nu les hebben. Hoe wij als leerkrachten op de kweekschool les hebben gehad. Wat nu de PABO is, het is niet meer te vergelijken. Nee. Nee, en nu heb je een module. En als je dat module afgewerkt hebt, dan komt het nooit meer terug. En wij hadden nog in onze tijd de lagere akte. En dan ging je nog door voor de hoofdakte. Ja, vijf jaar. Ja. Ja, en het kleuteronderwijs had zijn eigen opleiding. Die zat op de klos. Dus alles wat je daar aan handvaardigheid en voorbereidende werkzaamheden... En zoveel, zoals ze nu de kleuters zo opjagen, ook met allemaal toetsen en al vroeg leren lezen. En dat was in die tijd niet. Je mocht nog kind zijn, je mocht spelen, je mocht kleuteren, je had speelhoeken. En het sociale werd meer... erin gebracht om met elkaar om te gaan en niet te kiften over een blok of wat ook, met elkaar. En nu is het al zo gericht. Ja, ik vraag me wel eens af, wanneer mag een kind nog kind zijn? Ja, en dan willen ze de leeftijd nog... Verlagen naar 3 jaar. Ja. Ja. En dan goed, ze zitten al vanaf 0 jaar op de crèche. Dus, daar leren ze ook een heleboel vaardigheden. We lopen langzamerhand naar het einde van dit programma, Minke. Is er nog iets wat ik vergeten heb jou te vragen? Want je hebt zo ijverig je huiswerk gedaan. Als u dat... Ben je bijna 82, moet je nog huiswerk maken van een oud-leerling. Ja, precies, van een oud-leerling en een oud-collega. Ja, want ja. We hebben natuurlijk samen 11 jaar op de Nicolaaschool gewerkt... als het hervormde duo. Nou, het zangduo. Het zangduo, ook dat. Dat is ook een van mijn fijne tijden die ik daar gehad heb. En het was een hele fijne, een hele prettige school. Ik heb geen ervaring met andere scholen in Zandvoort. Dus daar wil ik helemaal niet mee zeggen dat andere scholen niet fijn waren. Maar gisteren toevallig op de krocht Linda Bluistegen, die bij ons ook een tijd gewerkt heeft. En die zei, wat hadden we... gezellig met elkaar. Ja. Denk er nog altijd met plezier aan. Nou ja, we maakten het ook gezellig. Het was meer een familie, ook met de ouders. Hoe we die school geschilderd hebben met elkaar. Ik denk dat wij een van de eerste scholen waren met een hulpmoeder, Wil Hilbers. Ja. Ik bedoel, ja. En de creatieve middag, waar ouders kwamen, zodat kinderen inderdaad, als ze dat wilden, konden leren breien of figuur zagen. Of noem maar op. Ik denk dat wij in die tijd op de Nicolaaschool erg voorlijk waren. Dat waren we ook. Ja. En we dronken altijd gezellig op vrijdagmiddag een glaasje met elkaar of een sapje. Ik bedoel, afhankelijk van wat je wilde. Ja, maar dan sprak je nog eens even de week door en wat je meegemaakt had. En voor wat voor problemen je bent gekomen, want je komt natuurlijk... altijd problemen tegen. Is het niet met het kind, is het met de ouders of wat ook. En hele nare dingen natuurlijk. Ja. Dat, Nee, maar dat was zo prettig. Dan sloot je de week af en niet... je holde niet om af wat we van jou moesten bijhouden. Nee, en dan leverde je klassenboek als in. Als de grote vakantie afgelopen was, de vrijdag ervoor... ook bij elkaar kwamen, konden we elkaar de verhalen vertellen van de vakanties. En dat ging dan niet op maandagmorgen. Ja, en zo is er toen toch wel een band gesmeten. Zeker weten. Minke, heel hartelijk bedankt voor dit interview. Je hebt braaf je huiswerk gemaakt. Ik geloof ook dat je de meeste namen genoemd hebt. Maar neemt u Minke niet kwalijk, dames en heren... ze heeft moeten putten uit 60 jaar onderwijsgeheugen. Inmiddels is de plek van Albert-Jan Vos achter de tafel, de techniek, overgenomen door mijn grote vriend Thomas de Jong. Die gaat zo de eindtune aanzetten. Misschien heeft hij hem al zachtjes op de achtergrond.
Binke, bedankt voor je komst. Graag ik wil nog even vertellen wie er volgende week in het programma komt. Dat is Floris Faber van Hotel Hoogland. En hij... Ook een oud-leerling. Ook een oud-leerling. Kijk, nou ja, ik denk dat doordat je op zoveel scholen hebt gestaan... half Zandvoort een oud-leerling van je is. En ook heel veel door jou... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.